Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Shotflash video. En vandaag heb ik Manon als gast. Hallo! En wij zijn gisteren naar de Sting geweest. En hebben daar dus allebei een outfit gescoord voor minder dan 50 euro. Ja, dat is best een uitdaging. Echt heel spannend. Ja, het is best nou, het is wel moeilijk, maar het is eigenlijk wel gelukt. Zie. Ja. En wat was met de Sting? Ik moest ook toegeven dat ik bijna nooit bij de Sting kom. Ik ook niet. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel ook goed als geslaagd. Dus heel veel jullie vroegen, oh Jamie, kan je naar de Sting? Dus ik dacht, laten we maar proberen. En ja, het is best wel goed gelukt. Dus we zijn eruit gekomen voor onder de 50 euro. Ja, we zijn eruit gekomen en laten we vandaag even zien wat we hebben gescoord. Manon en ik hadden besloten om als thema een beetje zomeroutfit te doen. Dus ik ging zelf op zoek naar allemaal pastelkleurtjes en naar bloemenprintjes. Nou, met bloemenprintjes kwam ik al best wel moeilijk uit, want vaak waren die prijzig. Maar ik vond een hele toffe platform pastelsneakers waarmee ik aan de slag ging. Ook zat ik te twijfelen om iets met een blouseje te doen. Een geruit blouseje vind ik ook altijd heel erg leuk. Maar ook dat werd heel moeilijk met de prijs, want een blouseje was al snel €19,95. En nou ja, dat is bijna €25 alweer en dat is weer de helft van de hele outfit. Dus dat ging helaas niet lukken. Overigens kwam ik ook het merk Seven Sisters tegen. En dat vond ik zelf een van de leukere merken in de Sting. Toevallig had Manon ook een hele leuke maxi-skirt bij Seven Sisters. En de maxi-skirts zijn natuurlijk ook heel erg zomers, een beetje festivalachtig. En omdat deze maar €15 was, kon ze hier ook mee aan de slag. SP3 zijn ook tot hele goedkope schoenen. Het enige nadeel was dat ze nog een t-shirtje moest vinden voor onder de €10. Dat was haar uiteindelijk gelukt. En ondertussen ging ik ook op zoek naar een t-shirt voor onder de €10. Want ik had de skaterskirt gevonden en de platform sneakers. Maar de meeste shirtjes die ik heel erg leuk bij de schoenen vond passen, waren duurder dan €10. Uiteindelijk vond ik een hele toffe mintgroene crop top. Waarvan ik dacht, ah, pastel met pastel, dat staat toch bij elkaar. En toen had ik mijn outfit en ondertussen had Manon ook haar outfit gevonden. En dus hebben we gaan afrekenen. En allemaal onder de €50. Het is de outfit die ik heb gescoord voor onder de €50. Ik heb totaal 4 items weten te scoren. En ik zal allereerst beginnen bij de top die ik aan heb. Deze is een beetje kort, dus die kan je als crop top dragen boven een high-waisted jeans of een high-waisted rok, zoals ik nu heb gedaan. En dat is een hele simpele zwarte top en die was €9,95. De rok die ik aan heb is gestreept en die is dan lang, zo'n maxi skirt. En die was €15. En de schoenen die ik aan heb, die zijn ook heel erg goedkoop, €19,95. En dat zijn van die leuke espadrilles. Die kun je bijvoorbeeld naar het strand dragen of naar een festival. En dan heb ik ook nog oorbelletjes gescoord en die waren €4,95. Dus in totaal was ik €49,95 kwijt voor een complete outfit, inclusief accessoires die ik in mijn oren heb zitten. Dus ja, dat is mijn outfit. Dit is mijn outfit voor onder de €50. En ik ben hier gegaan voor een crop top in het mint. Echt een zomerse top. En deze was €9,95. Volgens de skaterskirt, die was €15. En naast deze schoenen, dat zijn platform sneakers en een beetje roze kanten details. En die waren ook €19,95. De ketting die ik op heb is een maantje, die is zilver. En die was €4,95. Die vond ik heel mooi subtiel. En ja, dat was de hele outfit dus €49,95. Ik vind hem zelf echt heel erg leuk. Het is echt wel een zomerse outfit. Want ook echt pastel en zo. En ook het zakje hier. En skaterskirt. Dit was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie meer van Manon willen zien, kan je nu op haar gezicht klikken. Oh. Of het link hier beneden. Want Manon heeft ook een kanaal. Daar post ook video's. En ja, dat was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dat was de Shotflash voor deze keer. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg! Doeg!